Wij zijn nu in een mall. We zijn weer. Wij zijn nu in een mall en het is best wel bizar. Want zie je die man achter mij die nu wegloopt? Ze achtervolgen je dus overal. Dus ik weet dat ze dat moeten doen hoor, dat is hun werk. Maar het is echt heel bizar. Ja. Maar dus, en Ashley wou dus een trui hebben. Toen vroeg ze waar kon ze betalen. En nu loopt hij dus heel de tijd met die trui in zijn hand achter ons aan. Het is echt heel apart. Maar ze bedoelen het goed hoor, zo bedoel ik het niet. Maar het is wel heel apart. Ze blijven heel de tijd komen. Toch, Jay? Ja. Dit is heel gek hier. Ik ben het totaal niet gewend. Maar oké. Wij zijn nu onderweg naar het stadion en ik ben weer lekker chaotisch bezig. Wat doe je? En ik ben mijn geheugenkaart vergeten. Oh, dus ik ga nu even alles met mijn telefoon doen. Hé, doet die? Dus ik ga alles opnemen met mijn telefoon. Het is al heel hard. Zien jullie? Kan je ook iets zeggen, Char? Ik zeg niks, cool. Oké, okay, ik ga nu even wegdoen en dan ga ik even zorgen dat deze video online is. Want er is hier een... Kan je even naast jou houden, gewoon om de verhouding te zien. Hij is gewoon bijna even breed als jouw heup. Dit is echt bizar. Maat 45. Het is zo groot. Ik moet het naast iets houden. Je ziet dat niet goed, maar ik schrok gewoon echt van... Hoi mensjes, ik ben nu in de kamer en ben terug van de mall, maar ik ben echt kapot eigenlijk. En ik vlieg morgen alweer terug, dus we gaan nu nog even wat eten. En er was ook echt een super mooie patisserie. Daar echt een hele grote, echt super lekkere taartjes en zo. Dus daar gaan we even naartoe. Wacht even hoor, alles uit. Alles, kaart, sleutel, kaart, alles hier. Kijk hoe mooi die gang al alleen is.
hier kon je dus in de ochtend ontbijten. Dat zal ik waarschijnlijk morgen ook wel laten zien. Daar kan je dan zitten. En er is dus een patisserie. Waar ik dus echt marmer en zee. Love it. Kijk hoe mooi. Oh, kijk hoe groot deze zijn. Hoe dan? Ziet er wel heel lekker uit. Zou het witte chocola zijn van binnen? Maar heel veel op. Ja, heel veel op. Ja, het gaat ook bijna dicht, hè. Wat gek! Wat een gek, jongen. Oeh, kijk dit dan. Dat is echt mooi, hè? We hebben net gegeten. Ik ga nu mijn kamer in. Ik zit in kamer 704. En, oh. Even laten zien hoe mooi het hier is. Sowieso is dit echt een van de allerbeste hotels waar ik ben geweest. Zo mooi dit uitzicht. We zitten helemaal niet zo hoog. Op de 7e verdieping. Maar daaronder heb je dus allemaal winkels. Daar was ik vanmiddag. En Ashley en Sharon zitten... precies daar, dus we zijn buren. Volgens mij wordt er aangebeld bij mij. Dus even kijken. Oké, dit is dus de kamer. Je komt hier binnen. En we hadden dus net macarons besteld. En die worden dus net gewoon naar de kamer gebracht. Echt, de service hier is echt... bizar. Ook toen we aankwamen, toen was er voor Shane, hadden zo'n babybedje gevraagd. En dan kwamen er, zaten er gewoon een pak luiers in, flesjes, noem. Oh my god. Oké, ik moest dus daarnet heel snel weg. En toen heb ik echt in heel erg gehaast, moest ik allemaal make-up doen en zo. Dat was één grote puinhoop. En ik kom dus nu in die badkamer. Al mijn make-up lag over die wastafel. En kijk even serieus wat ze hebben gedaan. Oké, hier lag dus mijn make-up. Moet je even zien wat ze hebben gedaan, hé. Hoe dan? Gewoon borstels bij elkaar. What the fuck? Dit is echt bizar. Zit daar TV in, maar ik weet niet hoe ik dat moet laten zien. Even kijken. Even dit naar boven doen. Kijk. Dan gaat dat dus naar boven. Ik weet niet waar die tv is, hé. Wacht. Het gaat naar boven en daar slaap ik dan. Even kijken of die het doet. Dum, dum. Doet hij nou? Oh ja. Kijk jongens, hoe top is dat? Dan lig je in bad. En dan kan je gewoon in die spiegel kan je tv kijken. Het is echt, echt een top hotel. Moet je zien. Echt, echt top hotel. Ik kan dit ook echt niet geloven. Oh. Hoe dan jongens? What the fuck? Nou ja, oké, hier is van de wc. Hier is een douche. Nou, daar is het balkon. Echt met dit soort uitzichten denk ik echt altijd... ik wil ook eigenlijk in een toren wonen. Maar dan denk ik weer, ja, met Celine is dat gewoon niet leuk. Maar ik zou het wel echt... hier heb je een minibar-achtig iets. Bureau, tv, het bed waar ik net al in heb gelegen. En dan heb je hier nog een stukje raam. Ze doen ook letterlijk, elke keer als je weg bent geweest... Oh.
nog een stukje raam. Ze doen ook echt letterlijk elke keer als je zeg maar even weg bent geweest. Of ze zien zeg maar wanneer je in die kamer bent. En als je dan weg bent, dan komen ze... Dan zit zeg maar één iemand op de verdieping. En je kan elk moment housekeeping drukken of wat dan ook. Maar ik ben vandaag 2 keer weg geweest. En elke keer als ik terugkom is het gewoon weer helemaal opgeruimd. Het is echt bizar. Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Het eten is lekker. Het ontbijt is super lekker. De mensen zijn echt vriendelijk. Ik had zo'n kiespijn. Ik had heel erg last van mijn verstandskies. En toen hebben ze gewoon... toen vroegen we of dat beneden was. Toen zeiden ze nee. Maar de butler kan het wel voor je halen. Toen is iemand gewoon van het hotel naar de apotheek gegaan om dat te halen van ons. Moet je natuurlijk wel betalen. Maar hoe top is dat? Echt waar. Als iemand... Echt, ik raad het iedereen aan. Eens even kijken hoe het precies is. Je hebt trouwens ook een spa. Raffles heet het hotel. Raffles Istanbul. Raffles Istanbul. En het zit trouwens dus ook helemaal in een mall. Dus je kan vanuit het hotel... Zo jongens, ik zie er uit. Als ik thuis ben, ga ik echt een zonnebankje pakken. Want dit is gewoon vreselijk. Ik geef gewoon licht. Maar goed, vanuit het hotel kan je dus ook naar dat, hoe heet dat? Zorlu Center. Dat is een heel grote shoppingmall. Kan je dus echt vanuit het hotel daarin. Ja, ik heb niks dan goeds te zeggen. Ik vind het gewoon erg dat ik weg moet. Kijk, die kasten ook. Ja, ik heb het niet eens gebruikt. Maar hoeveel kastruimte. Echt top. Dat is echt bizar. Echt een tophotel. Maar goed, ik ga wat ik nu ga doen is inpakken. Ik heb trouwens heel leuk geluid gekocht voor Sleep. Oh. Ik heb een Wings Barbie Pop voor Sleep gekocht. En ze gaan mij morgen ophalen van Schiphol. Het is alleen wel zo dat ik dus nu niet meer kan filmen. Ik ga even kijken of ik kan, want ik moet de mijn vriendin blijft natuurlijk gewoon hier. En ik ga gewoon terug naar Nederland. Dus ik ga even kijken of ik met mijn telefoon verder kan filmen. En dan zorg ik dat ik of een nieuwe camera koop of dat ik die van mij laat maken. Zodat de weekvlog wel doorgaat. Het is dus vandaag zondag. Dan ga ik voor vandaag afsluiten. Dan ga ik mijn koffertje inpakken. En morgenochtend heel vroeg ga ik... alweer vliegen en dan ga ik naar huis. En ik heb Celine zo gemist. Dus ik ben heel blij als ik er weer zie. Ik heb hem al elke dag gesproken en gefacetimed. Maar ik ben heel blij als ik er weer zie. Dus wat ga ik even doen? Ik ga de camera teruggeven aan mijn vriendin. En dan zien jullie mij. En dan ga ik ook weer terug naar mijn nieuwe auto. Zo, lekker. Oké.